Vandaag in de vlog met Roosmarijn naar de kringloop. Ik had helemaal niet bij stilgestaan dat er een kerstafdeling gaat zijn. Oh. En daar zoekt ze iets prachtigs voor me uit. Oh, ja. Ik heb een foutje gemaakt bij Sinterklaas. Nou, we hebben eens eventjes zitten denken wie nou precies wat heeft gegeven aan wie. En het is allemaal bijna niet te geloven. Alsof ik in een film zit. Wat wil je van ons? Moeten we daar nou mee? Goedemorgen! Kai's dubbelganger zit weer naar ons te staren. Wat wil jij? Ja, ik heb hem gisteravond toch maar weggejaagd. Ik had het idee dat Kai er toch een beetje onrustig van werd. Hij heeft zo'n lief snoetje. Ja, Kai zit hem nu gewoon te negeren. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Ga ik dat ook doen. Het wordt vandaag een hele leuke dag. Ik ga zo op pad met Roosmarijn naar een kringloop. Ik weet nog niet welke. Dat is een verrassing. Zij heeft een oproepje gedaan op Instagram en een kringloop in het Gooi. Gaan we zo naartoe. Verder begon de dag al heel goed, want ik heb stevig om mezelf gelachen. Ik bedoel, ik heb mezelf stevig uitgelachen vanmorgen, want er is iets mysterieus aan de hand in mijn huis met de gordijnen. Met de gordijnrobots, om precies te zijn, hier in mijn huiskamer. Ze doen het goed. Ik vind het best wel tof. Ik weet nog niet zeker of ik het handig vind, maar iedere ochtend als ik mijn huiskamer inkom, zijn ze open. Terwijl ik zeker weet dat ik ze de vorige avond heb dichtgedaan. Ergens in de nacht of in de ochtend, voordat ik wakker word, gaan ze dus open. En ik wil nog niet dat ze open zijn, want ik heb 's morgens als ik door de huiskamer loop misschien nog niet zoveel kleren aan. Dat hoeft niet iedereen te zien. Maar wanneer gaan ze dan open en waarom gaan ze dan open? En het is niet... Ja, ik heb gekeken. Ik heb geen automatisering van zodra de zon opkomt, doe de gordijnen open. Ik had dat wel eerst met zonsondergang. Dus ik dacht, misschien is het daar aan gekoppeld. Dus ik heb alles verwijderd. Ik snap er niks van. Dus, wat had ik gedaan vannacht? Ik heb zo'n beveiligingscamera in mijn werkkamer staan. Die reageert op beweging. Dus die heb ik in mijn huiskamer gezet en op de gordijnen gericht. Om dan te kijken, ja, wanneer gaan ze dan open? Ik dacht, als ik weet wanneer ze open gaan, kan ik er misschien ook achterkomen waarom ze open gaan. Toen dacht ik vanmorgen, oh, even kijken op de beveiligingscamera beelden wanneer de gordijnen open gaan. En ineens drong het op me door wat ik aan het doen was. Dat ik het ene stuk techniek aan het gebruiken was om het andere stuk techniek te bespioneren eigenlijk. En toen dacht ik, oh, waar gaat het heen met de wereld? Nou, waar gaat het heen met mijn wereld? Vooral dat ik nu een beveiligingscamera op mijn gordijnen heb gericht om een mysterie op te lossen. Maar ja, nu heb ik wel bewijsmateriaal. Namelijk, eens even kijken. Om 7 uur waren ze nog dicht. Hier zijn ze volgens mij... Oh, is dat Kai ervoor met zijn dikke... 8 uur 52 zijn ze in ieder geval open. Hey Siri, hoe laat ging de zon op vanmorgen? Nee, het wordt op donderdag niet zonnig. Ik ga erachter komen, want ik vind het wel irritant. Ik wil ze zelf... ik wil ze niet zelf open doen, maar ik wil ze wel zelf... commanderen om open te gaan. Ah, en dit gaat ook lekker. En gezellig. Doe je even leuk mee anders? Wat is er met jou? Heb je geen water? Ja, je hebt wel water. Waarom hangt die zo? Heb je te warm boven de verwarming? Ja, dat zou het wel kunnen zijn. Dit is ook al helemaal uitgedroogd. Ja, dit is wel echt water hoor. Tijd voor koffie. Oh, dat betekent natuurlijk dat ik weer een vakje mag openmaken. Even kijken. Volgens mij wordt het nu ingewikkeld. Het is vandaag 5 december, maar vakje 4 moet nog. Een koffie uit Guatemala, medium roast. Tot nu toe zijn ze allemaal medium roast. En het smaakpalet is karamel, cacao en groene appel. Zo, karamel en cacao klinkt dan best wel weer donker. Maar groene appel klinkt dan wel weer heel fruitig en fris. Kijk of ik hier iets probeer mijn koffieneus te trainen door. Misschien ruik ik wel plastic. Ja, ik ruik wel iets fris, maar het zouden ook mijn handen kunnen zijn omdat ik net iets heb schoongemaakt. Wat is ook het verschil tussen cacao en chocola qua smaak? Vorige keer was de smaak chocola, nu is het cacao. Het ruikt wel lekker en het ziet er goed uit. Ik heb toch maar even één gordijn dicht gedaan, zodat Kai in ieder geval zich ergens kan verstoppen voor die priemende blik van Ali. Zoals ik hem even noem. Kai van AliExpress. Kringlopen dus. Ik heb er echt veel zin in. Het is altijd erg leuk met Roosmarijn. Er wordt heel wat afgekletst. En we vinden altijd toch wel mooie dingen. Ik ben niet echt op zoek naar iets. Maar ja, ik weet eigenlijk niet wat beter werkt. Als je wel een doel hebt of juist voor alles open staat. Mooie stoelen zou nog steeds leuk zijn.
formica dingen vind ik leuk. Alles wat een beetje 50s, 60s is. Qua look vind ik leuk. Mooie lampjes kan altijd. Vazen heb ik echt genoeg. Bloempotten kan op zich wel. We gaan het zien. En super deluxe. Ik word zo weer opgehaald door Roosmarijn. Die komt hier naartoe met de auto. En de koffie is wederom erg lekker. Cacao, groene appel, ik weet het niet. Hoe komen ze daar nou bij? Hij is wel heel mild en een beetje zoetig. Maar eerder zoet dan zuur. Trouwens, de koffie die ik cadeau had gegeven aan mijn ouders, die hadden ze al geprobeerd. Vonden ze erg lekker. Ik bedoel, die Sinterklaas cadeau had gegeven natuurlijk. Oh, en nog iets over Sinterklaas. Mijn moeder appte gisteren. Ja, Bram, we hebben eens eventjes zitten denken wie nou precies wat heeft gegeven aan wie en van wie we nou iets hebben gekregen. En het lijkt erop, vind ik knap dat ze dit hebben kunnen berekenen. Het lijkt erop dat jij aan iedereen een cadeau hebt gegeven. Ik dacht zo, ja, dat is toch ook de afspraak? Nee, alleen voor je loodje en voor de kinderen. Oh ja. Toen ze het zei, dacht ik ineens, oh ja, dat is natuurlijk al jaren de afspraak. Hoe kom ik er dan bij dat ik voor iedereen een cadeau heb gekocht? Nu lijkt ik ineens heel gul en vrijgevig. Maar het waren op zich allemaal niet hele grote cadeaus. Maar het had me wel wat stress bespaard als ik het bij mijn loodje en de kinderen had gehouden. Mijn moeders conclusie was, dan heb jij dus eigenlijk 4 cadeaus te weinig gekregen. Als je het zo bekijkt, ik had wel 2 chocolademets. Die zijn allebei al op. Hallo. Hoe is het? Oké, we gaan naar Eemnes. Hebben jouw volgers eigenlijk bepaald? Ja. En met z'n allen, hè? Ja. Oh ja, ik dacht, ik zoek even een review op. Ja. Na de vorige keer. Doodeng. Ik ben blij dat die man maar niet heeft gevonden op internet. Jij bent niet bang, hè? Nee, jij bent niet bang. Dapperder dan ik in propaganda. Ja. Een 3.8. Van de 5? Van de 5. Oh. Oh. Is dat slecht? Nou, deze review is zo lang. Dat is nooit. Een nette kringloopwinkel, goed bereikbaar. Mooie volle kringloopwinkel van 1200 vierkante meter. Nou, dat zou ik niet klein willen noemen, dat toch? Fijn. Ja, snap je dat? Ja. Leuke, maar dure winkel. Oh ja, dat wilde ik nog vragen aan jou als kringloopqueen. Heb jij eigenlijk liever een kringloop die wat duurder is, maar waarbij ze wel al een beetje een soort voorselectie hebben gedaan en het een beetje netjes hebben neergelegd, zoals het toen in Naarden een beetje was, toch? Ja. Of liever dat het gewoon allemaal op een berg ligt en dat jij de pareltjes moet zoeken. Eén dikke berg en dat is een ego, hè? Want dan vind ik het. Ik wil niet dat zij mijn werk doen. Nee. Dus, maar jij, ik vind jou ook heel getalenteerd. Dus jij hebt het in wezen ook al niet meer nodig. Maar er zijn mensen die het echt prettig vinden als het alvast mooi op kleur ligt en nog georganiseerd. Dat kan ook, maar daar betaal je dus wel voor. Want iemand heeft dat voor jou gedaan. En als één dikke bult is, kunnen wij zelf spitten. En dan kun je voor €2 iets vinden wat €15 is bij die duurdere. Ja. Ja, het is goedkoper en het is inderdaad toch wel, het voelt beter. Ja, echt zo'n kick. Ja. Maar je moet als je wel, tussen de troep inderdaad iets vindt van, in plaats van dat alles wel, dat is waar. Als alles al mooi is, dat is niet de game. Nee, dan is het meer een soort vintage winkel. Ja. Maar dat is wel een beetje de trend, toch, bij kringloopwinkels? Ze worden steeds beter. Meer, ze worden steeds beter. Daarom vroeg ik ook aan mijn kijkers van, waar moeten we heen? Want zij weten hoe ik in elkaar zit, neem ik aan. En weten ze ook wat ik leuk vind. Ja. Waar gooien ze nog gewoon alles op een berg? Dat is eigenlijk wat je wil weten. Ja. Een van die bakken. Ja, of is een beetje onontdekt. Kijk, de ketens zijn natuurlijk wel heel druk, waardoor er heel veel wordt verkocht, waardoor de prijzen omhoog kunnen. En wat kleinere, onbekendere, kun je nog misschien wat ontdekken wat nog niet iemand van jou heeft weggehaald. Ja, dat was wel het voordeel aan die waar we vorige keer waren. Ja. Dat was echt een berg met. Oh, dat vond je al een berg? Ja, oh, ik vond het de meest onoverzichtelijke winkel die ik ooit heb gezien. Nee, die vond ik nog best wel oké. Er zijn veel erger. Ik bedoel die met die vervelende man. Met die enge man. Oh. Ja, nee, dat was. Ja, maar jij gaat ook naar van die hallen en zo, de eihallen. Ja. Nee. Of hoe heet dat? De Gideon Italiaander. Oh, en daar ligt het echt gewoon op een soort. Ja, daar kan je echt iets vinden. Ja. Ja, dat is de kick. Dat is de sport. Ja. Nou, heb je er weer zin in? Ik heb er heel veel zin in. Nodig? Ik heb niks nodig. Oh, dan wil ik ook nog aan jou vragen. Is het beter om gericht iets te zoeken of juist overal voor open te staan? Ja, allebei. Want kijk, als wij nu zonder een wenslijstje naartoe gaan, vinden we iets wat we nog niet wisten. Ja. Maar bijvoorbeeld met mijn kerstdeco weet ik nu heel erg wat ik nog nodig heb en wat niet meer. Wat heb je nog nodig? Nou, ik zou je een fotootje naar je sturen. Guirlanden met oranje en zilver en een kerstboom. En ik heb nog geen slingers of sliertjes in de kerstboom. Okay. Wat ik wel leuk vind. Dus ik dacht, hé, daar ga ik nu precies dan heel gericht naar zoeken. Want zo'n kerstafdeling is anders gewoon
Wat? Maar ja, als ik dan opeens perfecte vintage handgeschilderde glazen kerstballen zie, ga ik echt niet zeggen, nee, ik kwam hier voor slingers. Ik had helemaal niet bij stilgestaan dat er een kerstafdeling gaat zijn. Oh, ik dacht, jij gaat helemaal nu voor jouw roze thema hier. Ja, zeker. Nou, daar gaan wij sowieso naar. Ja, leuk. Nou, dat is dat duidelijk. Ja. Ik sta toch ook altijd nog open voor stoelen voorbij mijn tafel. Ja, gewoon kijken. We gaan gewoon lekker kijken. Ja, we gaan kijken en kletsen, denk ik. Ja. Zeker. Ik heb allemaal vragen voor jou. We reden dus naar het kringloopcentrum in Eemnes vlakbij Laren en Blaricum. En we stuiten meteen op de kerstafdeling die in eerste instantie een klein beetje tegenviel qua grootte en ook wel qua troepjes. Oh, het is een kars. Oh, dat is niet. Nou, mooi. Ja. Waar zou jij dit voor kunnen gebruiken? Ja, dat is altijd de vraag. Het is een beetje modern. Ja. Is je Mondriaan? Ja. Huisvlijt ook, denk ik. Ja, kijk. Oh ja. Even spreekt. En toen kwamen we erachter dat de kerstpullen verspreid lagen door de hele winkel. Kijk, hier een hele kast vol met ballen en een kerststal en leuk kerstservies overal. Er is iemand met zijn haar in blijven hangen. Ja. Voordat we naar de eerste verdieping gingen voor de kledingafdeling, liepen we even langs de meubels. Er was niet veel, maar Roosmarijn zag iets bijzonders. Is cool. Ja, het is wel cool, ja. Kijk, een kleurtje en een leuning. Een mooie vorm heeft die leuning ook. Met hand met leuning. Ja. Kom, ga even opzitten. Jij gaat heel even opzitten. Het zijn soort kuipstoeltjes toch? Ja, dit is toch echt alweer iconisch. Ja? Oh, jij hebt wel een goede camera en een mooi beeld, jongen. Ja, je moet wat meesjouwen, maar dan heb je ook wel wat. Dan heb je wat. Ja. Ja, het zit lekker. Ja. Denk je dat het zou wel... Handige armleuninkjes. Ja. Het zou wel enigszins uit de toon vallen in mijn huis. Ja? Vind je nee. Niet? Nee? Nee, joh. Vind ik helemaal, dit past helemaal. Maar ik voel aan alles dat jij dat niet zo ziet. Ook zo praktisch. Oh, ja. Ja. Er zit geen sjeu aan en dat maakt hem zo... Ja, ik zou het moeten zien in mijn huis, denk ik. Ja, die vormen ook zo. Die ja, dat vind ik mooi. Ja. Ja. Ja, je zou het misschien moeten zien, ja. Dat vind ik wel mooi. 245 euro, dat hoor je niet vaak voor een piano. 50% korting wel. Oh. Is dat? Ja, wel. Op naar de kleding en helaas op deze twee pareltjes na, ja mooi, was alles op de mannenafdeling grijs, zwart of bruin. Roosmarijn zag wel wat mooie dingen, dus ik begaf mij naar de boekenafdeling. René Vroeger, Kama Sutra, ah, Donald Duck. En toen ontdekte ik de Coffee Corner. Alsof ik in een film zit. Ja. Klein scheutje rum, lekker. Dat moet heel goed zijn. Ja, dat zie je niet. Jammer. Oh, jammer. Oef. Zo bitter. Ja, kan veel slechter. Ja, kan zeker. Ja. Nee, ik durf bij jou weinig te zeggen eigenlijk. Nee, zeg maar, ik weet er ook niks van. Ik had vanmorgen weer een koffie, daar stond dan tasting notes groene appel en cacao. Ja, dat herken ik dan vaak nog wel. Ja? Nou, ik zit er echt... Hey, die Wakuli was koffie, was lekker, jongen. Ja, jij was in de Wakuli winkel. Ja. Wist je dat dat er was? Ja. Oh. Volgens mij zijn er twee of drie zelfs inmiddels. Nou, ja. Ik dacht het is een pop-up shop. Moet er nog een keertje naartoe. Ja, het is heel lekker. Nou ja, je weet, je kent de koffie. Ja, het is gewoon goede koffie. Leuk. En wat vind je van deze kringloopwinkel tot nu toe? Ja, ik vind het heel leuk met jou kringlopen. Het is een winkel met kleinere ruimtes, waardoor het wat klein voelt. Maar uiteindelijk is het gewoon een grote winkel. Veel mensen, veel pensionado's die voorbij trekken. Ja? Zonder te storen. Dus, ja, dat is waar.
eigenlijk een hele fijne ervaring zover. Ja. Jij? Ja, ik vind het ook prettig. Ja. Maar het zijn weinig meubels. Het was een klein hoekje. Ja, dat is wel zo. Had ik iets meer van gehoopt. Ja. Maar best veel kleding, voor dames althans. Grote boekenhoek. Ja, koffietent. En er is koffie. Ja, heerlijk. En de prijzen zijn volgens mij gewoon normaal. Niet bijzonder laag, maar ook niet bijzonder hoog. Nee, echt midden. Ja. Als je af en toe kom je in een kringloop dat je denkt, bestaat dit nog? Ja. En de meeste kringloopwinkels in Amsterdam zijn heel duur. Ja. Maar deze is gewoon medium. Ja. Helemaal goed. Maar ik heb nog niet zoveel gescoord. Nee? Nee. Oh, je hebt alleen die wasbak. Ja. Ik heb wel veel kerstrommel. Ja, hè? Ja, en een jasje voor Sydney. Oh, heel leuk. Heel lekker jasje. Schattig. Ja. Palomino is het. Ja, zeg maar niet veel. Klinkt wel fancy. Oh, ja, vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Maar dit is gewoon comfortabel. Dus dit is dan... Ik twijfel zelf over deze. Oh ja. Schoudervullingen. Italiaanse rol. Wauw. Wat mooi. Je ziet wel dat het kwaliteit is, vind ik. Ja, het ziet er net zo uit. En ik denk wel van ja. Ja, van ja, is dit... Het ziet eigenlijk wel heel lekker. Ik zou dit bij jou ook wel eigenlijk heel leuk vinden, zoiets. Ik zag ook wel mooie jasjes, maar denk ook, ja, maar ik heb ook al zoveel van dat soort jasjes. Oh ja, het staat wel erg mooi. Ik vind jouw kast heel leeg. Sorry hoor. Ja, hè? Hangen drie t-shirts. Ja, kan er wel wat bij. Ja, het is echt mooi. Het heeft iets door die afwerking. Dit is kostbaar om dit er zo op te zetten. Dat is, je zit met geweven en wol. Dus dat gaat werken. Een beetje een soort uniformachtig. Ja, het heeft iets van het leger. Maar ja, door deze, kapitein. Door dit dingetje, eigenlijk meer bejaardentuttig. En dan, gewoon wel heel mooi gemaakt. Ja. Wil jij hem niet proberen? Hij is te klein, hè? Probeer. Iemand moet hem kopen. Hij is 8,50. Dan gaat iemand anders aanspelen. Ik denk dat hij een beetje kort is. Nou... Oh, lekker warm, ja. Lekker stofje. Opgewarmd. Oh, warm. Wat? Vind je het mooi? Wat mooi. Is het niet een beetje kort? Ja, dat is wel kort. Ja, wat mooi. Leuk. Staat je ook goed donkerblauw? Ja, misschien is donkerblauw ook wel een goede kleur. Mooi, maar net dat vind jij niet prettig. Nee. Iemand? Ja, ik ga zo nog even resumeën. Dan kijk je ook wel. Ik denk eigenlijk wel gewoon dat alles hiervan meegaat. Leuk. Ja, daarvoor moet je even... de vlog van Roosmarijn kijken. Linkje in de beschrijving. Vind ik hier zowaar een boek dat mijn vader heeft gemaakt. Kastcode Kunst. Over Cas Pijkers. Een leerlingkok van mijn opa. Vandaag is dokter Bram jarig. En we geven hem een cocktailworkshop. Maar dat is natuurlijk een beetje... Het is ook jammer dat je dat niet echt iets fysieks te geven hebt. Dus ik dacht, ik kan hem ook een cocktailboekje... Even. Dan ga ik dan voor deze vintage. Het vintage boek. Uit 95. Of meer dit moderne boek. Dit is toch leuker, denk ik. Was weer gezellig. Het was heel gezellig. Ik heb heerlijk met jou bijgekletst. Ik kom je binnenkort weer ophalen. Leuk. Als je een auto hebt, kom je een keer bij mij thuis. Kom ik jou ophalen? Ja, dan kun je even bij mijn huis kijken. En dan kun je even meedenken van, wat zoeken we nog? Ga je nog iets doen vandaag? Nou, ik heb, het is nu december. En het is best wel druk met samenwerking. Dus ik moet zo meteen iets afmaken wat ik gisteren heb gefilmd. Om 5 uur heb ik mijn kind alweer ophalen. Dus mijn dag alweer om. Ja. Jij? We gaan vanavond uit eten. Met Jij gaat vrienden. Altijd uit eten. Vergelijk met mij. Ik ga nooit uit eten. Het zit er gewoon niet in. Nee? Ja, Nee, dan moet je de oppas regelen. Of, en ik sta om 6 uur op. Omdat iemand mij wakker roept. Vannacht ben ik 4 keer wakker geroepen. Oh. Dus dan om 9 uur stort ik in. Dan red ik nog 1 afleveringetje op Netflix. En dan ga ik slapen. En dan ga jij... Ja, ik ga lekker uit eten. Ik ga met de trein naar Amsterdam, denk ik. Wat is dit allemaal? Maar dan kan ik mooi met jou meegenieten, terwijl ik thuis lig te slapen. En we hebben wel lekker koffie gedronken vandaag in de koffiecorner. Ik vond dat heel dapper dat jij opeens zie ik jou echt zo, wat? Ja. Gaat hij gewoon uit zo'n automaat koffie drinken? Ja, dat doe jij gewoon. Het was echt wel lekker. Dat was prima te doen. Morgen zie je in deel 2 wat ik precies allemaal heb gekocht. Of dokter Bram blij is met zijn cadeautje. Wat ik voor cadeautje van Roosmarijn heb gekregen. En er was drama in de winkel. Zeg Bram, kom. Er is ruzie. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen. Kijk maar even. Doei. Even de oortjes naar voren. Dat is veel steviger dan je denkt. Ja. Maar je hebt ook een goede thumbnail meteen. Ja, top.